Hoe was je week van vrijheid? Of was je van dingen bewust en heb je daarom maar zo simpel mogelijk gehouden? Kijk mij echt zijn. Dan maar meteen te hopen dat je niet in een of andere kast bent blijven zitten omdat je bang bent of bang was dat je eruit getrokken zou worden. Dan heb je al die energie bewaard voor deze week waar je alles opgepropt hebt. Mensen die niet goed uit hun woorden kunnen komen. Moeite hebben met hun spraakgebrek en niet gewoon doorhouden. Fok die schaamte. Maar die gaan het moeilijk hebben deze week. Die gaan stilte zoeken en stilte is een wapen. Maar als je stilte op de verkeerde manieren gebruikt, uit verlegenheid en dat soort dingen, ja, dan gaat het erg lastig zijn deze week. Maar als jij tekortkomingen niet gaat invrijven, niet gaat zien als het excuus of smoesje waardoor jij bij wijze van spreken niet hoeft te spreken. Je moet echt gewoon in je kracht staan en je niet klein laten maken door niks. Sommige mensen die zijn misschien niet scherp met de emoties, die laten zich snel opfokken. Maar mensen die de communicatie aan kunnen gaan, hoe moeilijk het ook wordt, die gaan deze week een baas zijn. Want wie deze week in die kast blijft zitten, deze week niet van die kast wil afkomen, niet zijn oprechte shit kan laten zien, niet een open boek kan zijn, die gaat heel zwaar, die heeft echt dingen te verbergen, die is geheimzinnig aan het doen. Dus als mensen de juiste vragen gaan stellen. Maar ja, veel mensen die vooral wanneer ze naar streams aan het kijken zijn, zetten ze hun linker hersenhelft, die zetten ze uit. En gaan het dan rechts, het logica is weg en alleen nog maar het fantaseren en dromen, hoe ze de dingen voor zich zien. Terwijl, je moet echt bij geest blijven in deze tijd. Je moet gewoon je feiten kennen, weten waar je achter staat, waar je over praat. En het daar gewoon op kunnen houden. Als jij gewoon de stilte kan zijn, daar waar het nodig is. Zorg dat je niet overspannen of depressief raakt. Je moet echt zorgen dat je gewoon je rust houdt. Niet gekke dingen gaat doen, kalm blijf. Het gaat in ieder geval een leuke week worden. Een lastige ook. Maar als ik je niet serieus kan nemen, dan heb het ook gewoon geen nut om te luisteren. Veel mensen zijn echt alleen maar aan het roddelen, met de drama's bezig. Het negatieve. Dat zijn gewoon geen mensen waar die ik kan vertrouwen. Dat zijn gewoon mensen die onbetrouwbaar zijn. En met al die discussies, zodra jij jouw geest, jouw lampie in anderen kan zetten, vanaf jouw gedachten en gevoelens, diegene vanaf zijn acties gaat lezen, beoordelen, wie echt kan waarnemen en echt zijn zintuigen gebruikt, die gaat daar echt een voordeel uit halen. En zo zullen de mensen die wel in hun schulpje kruipen, die niet begrepen wordt wat er gezegd wordt, ja, die zullen zich niet serieus genomen voelen. Ja, hoe serieus ben je als je niet kan communiceren, niet kan resoneren met anderen? En ik weet dat ik soms moeite heb met op bepaalde woorden komen of de woorden goed uitspreken. Maar dat weerhoudt mij niet van mij uitspreken. Grammarnaties, prima. Hun komen niet verder. Zolang je gewoon de focus kan houden waar jij bezig mee bent. Niet laten afleiden, maar gewoon. Als jij de energie kan begrijpen, daarbij kan blijven en sturen. En ik ben niet iemand die op zijn woorden let. Ik weet wanneer ik met kinderen praat. Ik weet wanneer ik u moet zeggen. En uiteindelijk zullen ze allemaal hetzelfde horen. Dezelfde ien horen. Maar
Als je bij hard bent, wil ik met je gevoelens rekening houden. Maar als je duister bent, spelletjes speel, dan speel ik juist met je gevoelens. En als jij in deze tijd, met dat hele vangnet, al die afleidingen, vindt dat ik kritisch ben. Als jij moeite hebt met de woorden die ik gebruik en het zwaar vindt, en dat jou schrik geeft, dan hang je in dat emotieveld en dan is het misschien beter geweest dat je er iets van gevoeld hebt. En misschien kan je het beter voelen van mij als een van die energievampieren die dan ook jouw energie gaat stelen. Dus als jij iets denkt, meteen uitspreek, niet eerst erover na kan denken, niet eerst erover kan voelen, niet dat denken voelen één heb voordat jij je uitspreekt. Dingen de bubbel aan het ingooien ben. Ja, dan is het gewoon erg makkelijk. Ondanks mijn spraakgebrek. Deze week gaat gewoon wie kan communiceren. Wie is sterk bij geest. Wie heeft een wilskracht. Wie heeft doorzettingsvermogen. Wie gaat er aan het einde van de rit echt zijn. En wie vallen er allemaal af. Mensen die gaan de stiltes willen gebruiken, maar gaan ze op verkeerde momenten gebruiken. Mensen gaan rekening proberen te houden met mensen hun gevoelens. Dat gaat twist brengen. Dat gaat mensen twijfelen, mensen dingen laten denken. Deze week gaat een gekke week worden als je een hele bange vrijheidsweek gehad hebt. Waarbij je minimaal zo normaal mogelijk deed. Vorige week was juist een week, dus je moest strooien met de informatie, omdat je toen kon groeien in het bewustzijn en in het bewustzijn bij anderen terecht kon komen, omdat iedereen zoekend was naar vrijheid. Nu mag iedereen, hoe noemden ze dat ook alweer, in de week van de nieuwe taal. Opgekropt. Ja, als jij niet uitspreekt wat er door jou heen gaat, je gevoelens elke keer binnenhouden. Niet snap dat die gevoelens niet van jou zijn, omdat je niet met andere mensen erover praat. Dus jezelf ook niet hoort praten, jezelf ook niet aan het geruststellen ben, jezelf niet aan de informatie aan het geven ben. Dat allemaal binnenhouden. Ondertussen buiten aan het doen ben, alsof er een bouwlamp boven je hangt. Kijk mij eens geweldig zijn op Facebook. Maar ondertussen, wie ben ik, waar ben ik? Maar niet verdiepen in chakras, niet luisteren naar mensen die bezig zijn met ascensie. En alleen maar rond de poppenkast hangen, bang en boos doen, overal een mening.